Hele goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan verder in Abu Dhabi, ronde nummer 21 van het kampioenschap aan aflevering 43. Als je aflevering 42 in Brazilië gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019, de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in Abu Dhabi. De laatste ronde van seizoen 2. En dan volgt seizoen 3. En ik ga in deze aflevering niet bekendmaken voor welk team ik volgend seizoen mee ga rijden. Maar dat doen we pas bij aflevering 44. Vettel als rivaal gekozen. Ja, en de baan zelf. De baan moet ons uitstekend liggen vanwege de belangrijkste stukken. Een paar updates nog aan de auto. Ja, en dan gaan we gewoon door naar de kwalificatie. Mercedes heeft ons wel ingehaald, zie ik. Dus die moeten we nog misschien terug zien te pakken. Dit kunnen we helaas niet upgraden. Vanwege de regulatieverandering die aan het einde van deze wedstrijd plaatsvindt. En in seizoen 3 van toepassing is. Maar we gaan eerst door met de kwalificatie voor de grote race van Abu Dhabi. Here we are with the beautiful Yas Island circuit. Where qualifying is about to begin. So sit back, relax. And enjoy the action. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure. It's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now and it never gets any easier. We don't need to push too hard in this session. We should have the pace to qualify easily. Nou, we zijn inmiddels allemaal bij de auto. En Jeff zegt, we hoeven niet te hard te pushen. Want we zouden gemakkelijk door kunnen komen naar Q2. Ik ben inmiddels op de baan. En ga voor onze allereerste vliegende ronde hier van start in Abu Dhabi. Ik vind het een heel mooi circuit. Ook een heel fijn circuit om op te rijden. In seizoen 1 werden we hier derde. En ik verwacht hier dus om voor een overwinning te kunnen strijden. Maar de pole position weet ik niet. Verstappen zet inmiddels de snelste tijd in Q1 in met een 1.37.0. En dan komen wij aan bij de laatste bocht. Overstrijd finish en het is een 1.36.7. Maar we zijn inmiddels doorwezen naar P6. Want Kvyat is in sector 1.17.2 neergezet. Wij zijn daar ondergedoken. Paars in sector 1. En dan hebben we hier een mazzel dat George Russell voor ons rijdt. Want we kunnen nu slipstreamen van de Brit. Dat geeft ons wat meer topsnelheid en meer inlooptijd van Danny Fiat. Dan rijdt voor ons ook de racing point van Carlos Sainz. Misschien kunnen we daar ook slipstream van pakken, wat geweldig zou zijn natuurlijk. En dan is het hier de vraag, we lopen wel wat in en dan kunnen we hier aan de buitenkant kijken van Carlos Sainz. En we zitten een halve seconde onder de tijd van Danny Fiat. Uitslag van Q1, we zijn dus over de finish heen gekomen. Vettel nog sneller gegaan en Nico Hulkenberg door naar Q2. Eindelijk Nico, goed gedaan. En onszelf dus op een tiende van Vettel. En voor ons was Charles Leclerc op 7000ste van ons. We zijn dus aanland bij Q2. Paars in sector 1, maar dat is onze allereerste ronde. Dus het is altijd snel. En dan ben ik benieuwd waar we dus nu gaan belanden. Want ik heb gekozen voor de mediumband. Maar het kan ook zomaar zijn dat we in onze tweede ronde van Q2 voor de soft kiezen. Omdat we dan niet redden naar Q3. En ja, het is eigenlijk, als ik over de finish ben gekomen, is eigenlijk afwachten wat de rest doet. Of hun, want dan is het dadelijk dus afwachten. Hamilton over de start-finish heen gekomen, heeft een tijd van 1.36.3 laten noteren. We zijn inmiddels door is naar P15, we schieten hier wat door wat ons tijd gaat kosten. Nou, 57.000ste van Lewis op P2. Oké, prima. Maar dan helaas zijn we doorwezen naar P6 en Hulkenberg naar P7. Dus Nico Hulkenberg is in één keer wakker geworden.
opmerkelijk, want nu pas in de seizoensfinale wordt hij pas wakker. Heel gek, heel gek, heel gek. Inmiddels bijna bij start-finish. Rood en paars. Leclerc nu naar een 1.35.9. Op dit moment de snelste tijd in Q2. De vlag hangt uit. En we zijn na P1. Op dit moment in beide kwalificatiesessies, Q1 en Q2, op P1. Op 3/10 van Hamilton. En Hulkenberg na P5 op 8/10. Lekker, Nico. Goed gedaan, jongen. Hij zit er nu wel bij. Nico Hulkenberg is in één keer wakker geworden. Heel fijn, heel fijn, heel fijn. En Weber niet. P15. Bizar. Fiat ook maar net door naar Q3. Dus deze baan ligt de Williams dus helemaal niet. We zijn inmiddels aanland bij Q3. Onze allereerste ronde hier. En het gaat hopelijk ook in één keer een snelle ronde worden, zodat we de tweede run niet hoeven te doen. Dat we gelijk pole hebben gepakt, maar je weet het maar nooit. De career mode. En kan van alles gaan gebeuren. We stappen met een 1.35.9. Ontstellen met een 1.35.8 op een 10e. En dat is niet voldoende, want Leclerc is sneller gegaan. Bottas is sneller gegaan. Hamilton volgens mij ook. Vettel ook. We zijn op dit moment dus naar P4. En Q3 zit er alweer bijna op. Nog 50 seconden ongeveer op de klok. En hier verbeteren we ons wat. En zitten we 2/10 onder de tijd van Charles Leclerc. Heel erg goed. Paars, paars. We zijn doorgewezen naar P3 in één keer. Leclerc is bezig met 1.35.5. Fantastic. En we hebben de pole afgepakt van Charles Leclerc. Prima resultaat hier in Abu Dhabi. 15e los van Danny Kvyat. Hulkenberg na P8. Kan het niet waarmaken, maar dat geeft niks. Hij is tenminste door naar Q3 dus. De top 10. Hele fijne kwalificatie dit. Beide Alfa Romeo's in de top 10. We winnen de rivaliteit van Nico Hulkenberg. En we leiden de rivaliteit met Sebastian Vettel. Dus voor Nico Hulkenberg krijgen we trouwens weer extra resource punten, wat natuurlijk goed is. Maar ik weet niet of dat verstandig is, want het kan zijn dat we in seizoen 3 voor een ander team gaan rijden. Wat misschien zonde is. Dus als ik nu een update uitvoer, dan kan hij niet bij mijn ander team worden geplaatst. Dan is hij nog steeds bij Alfa Romeo. De resource punten na het behalen van de kwalificatie zijn er zoals gewoonlijk heel veel. De reputatie is gewoon bij iedereen volledig vol. Veteran en een sportsmanship. Well done. Very solid result. You're looking good for nou, dankjewel Emma. We gaan het zien wat het gaat worden voor de seizoensfinale van seizoen 2 hier in Abu Dhabi. We starten in ieder geval van pole position. We zijn er klaar voor. It's twilight here in the United Arab Emirates. And twilight also on another Formula 1 season. It's been a captivating story throughout the year, but will we see one final dramatic twist before the end? The drivers will be racing here at the Yas Island circuit through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass, with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps ahead. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's discuss Haas. They've had just one retirement in the last 5 races. What do you think that says about the reliability of their car? I think they can be fairly pleased with that record so far. The first thing any good car needs is a solid, reliable base with which to build on, and they seem to have that this season. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and just starting behind them is Daniel Kvyat, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Vettel, Max Verstappen and Bottas, Hamilton, Giovinazzi, Butler and Roman Grosjean, Russell, Hülkenberg, Daniel Ricciardo and Faber, Sainz, Raikkonen, Pierre Gasly and Sergio Perez, Stroll and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. This is the final race of the season. Go out there and enjoy. Nou, de laatste race van het seizoen dus. Jeff zegt geniet ervan. We gaan er ook zeker van genieten.
Ja. Let's go, zou ik zeggen, want de lamp zijn officieel aan voor de grootmeester van Abu Dhabi. De seizoensfinale van seizoen 2, career aflevering 43. En we zijn onderweg. En het is een goede start, want we verliezen geen posities. Ekvyat is achter ons gesloten. Die heeft het nog wel even met, aan de stok met Charles Leclerc. Maar wij zijn door het gedrang heen. De leiding behouden in de eerste bocht. Dat zie je niet vaak van ons. En dan is het nu gewoon de boel onder controle houden. 18e hebben we al met Danny Fiat. Dat is een gat van ongeveer een seconde. En nu moeten we het zien steady te houden. Oftewel 28 ronden lang nog vol zien te houden. Jeff zegt dat was een goede start. En dan is de vraag. Nico Hulkenberg is niet goed weggekomen, zie ik. Die heeft heel veel posities verloren. Wat ik best wel jammer vind. Want deze race wordt ook cruciaal voor het constructeurskampioenschap. Want als we de race winnen, dan zijn wij ook constructeurskampioen. En ik wil het heel graag namelijk. Als we Romeo constructeurskampioen maken, wie had dat gedacht? Niemand eigenlijk. Maar eerst nog de race zien goed uit te rijden. Ronde nummer 3 inmiddels. We zetten de snelste race met 1.40.2 neer. En we hebben een gat van 2.3 naar Danny Kvyat. Heel erg groot. En dus besluit ik nu om even eerst te gaan sparen. Oh, Vettel heeft een probleem. Het lijkt erop alsof hij langzaam begint te rijden, zegt Jeff. Dus daar moeten we even rekening mee houden dat er geen safety car of virtual safety car de baan op komt. En zo ja, wanneer die komt. You're leading the pack. P1 Kvyat behind. The gap behind us is 2.3 seconds. They're on fresh softs. You have 4 laps till your pit window opens. 26 laps to go. Oké, dan Kvyat achter ons. 26 ronden nog te gaan. Maar inmiddels is het Charles Leclerc die Danny Kvyat de grazen heeft genomen. Ronde nummer 6 inmiddels, 3 ronden later dus, en Leclerc is in één keer dichter naar mij toe gereden. Heel opmerkelijk, want ik had het niet verwacht, 16e nog, en daar achter op 18e zit Danny Kvyat. Dus we moeten nu even het hoofd koel zien te houden en geen foutje maken, anders geven wij de leiding uit handen van Charles Leclerc. En dat wil ik dus niet. Ronde nummer 6. Ik vind het trouwens een van mijn mooiste banen waar ik op kan rijden. Want ik ben hier altijd heel erg sterk. Want vorig seizoen behaalde ik hier nog een podiumplek. P3 was dat. En ik denk hier gewoon een prima race te kunnen rijden. Terwijl mijn team nu zegt naar binnen komen. Nu pushen, want dit is een inlap. Dus maar ik moet even eerst gaan besparen. En dat geeft Charles Leclerc een voordeel dadelijk. Want die kan hier misschien bij de DRS gedeelte kan hij toeslaan. Inmiddels bij de DRS gedeelte. En Leclerc kijkt naar de binnenkant. Maar daar is geen ruimte. Want wij gooiden de deur dicht. En daardoor is Danny Kvyat bij Charles Leclerc aangekomen. En heeft een aanval gewaagd. En is nu naar P2. En kan hier misschien nu ons dus gaan aanvallen. In zijn Williams, maar hij komt net te kort. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Oké, Jeff zegt dus, hou even in je achterhoofd dat we nu naar binnen moeten. Pas op voor de speed limiter. Zorg niet dat je te snel rijdt. Ja, want anders krijg je dus een penalty namelijk. Maar ik besluit dus een ronde te wachten. Ronde nummer 8 inmiddels. Daar zit Danny Kvyat voor een aanval. Maar kan er niet langs. Hij probeert het aan de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Maar rijdt over de curb heen. Waardoor hij een hele slechte exit heeft. En wij moeten daar even een brake test doen. Anders hadden wij een waarschuwing voor het afsnijden van de bocht. En daardoor moest Danny Kvyat ook op de rem. En hebben wij een klein gaatje naar Danny Kvyat. We gaan in ronde nummer 8 dus naar binnen. En dit keer gaan wij ook echt naar binnen. Want anders rijden wij de banden aan de gort en ik wil dat helemaal niet. Want dat is zonde van de banden natuurlijk. En ik bevestig het nu nog even voor de extraheid, zekerheid. En Fiat gaat door. Hetzelfde geldt ook voor Bottas en Vettel.
We gaan dus naar de mediumband. Nico Hulkenberg ook naar binnen. 2.0, goede stop. Ronde nummer 9. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ik probeer dus om misschien de race op deze banden uit te gaan rijden. Maar ik weet niet of het allemaal klopt. Daar moesten we even remmen voor Perez, anders hadden we die geraakt. En ze komen nu dus in verkeer terecht. Wat gunstig is voor Dani Kvyat. En niet gunstig dus voor ons. En dus wil ik Sergio Perez zo snel mogelijk zien te passeren. Anders verliezen we hier kostbare tijd. Maar daar gaan we eigenlijk al. Want we zetten de aanval in en we rijden er makkelijk voorbij. P6. Voor ons George Russell in zijn Toro Rosso. Inmiddels na P2. Want Russell rijdt voor ons en die gaat denk ik ook naar binnen. Maar die rijdt hier ontzettend langzaam. En dan wil ik hem hier passeren aan de binnenkant. Maar dan duikt hij dus naar binnen en moet ik dus naar de buitenkant toe. We verliezen niet echt veel tijd. We zetten wel de snelste race onderin met een 1.39.2. 1.39.2 dus. En Kvyat is naar de soft gegaan. Dani Kvyat naar de soft. Dus die moet nog een keer naar binnen voor de medium. En dat gaat hem denk ik extra pijn doen. Wat zonde is. En ik weet niet of dat een slimme strategie van Williams dus was. 4.2 inmiddels naar Dani Kvyat. Onder nummer 17 inmiddels. En Leclerc heeft Dani Kvyat verschalkt. Want Kvyat heeft een probleem. Ja, die heeft een probleem. Want die rijdt nu het tweede DRS gedeelte op. En heeft mijn teammaatje in zijn nek hangen. Dus hopelijk kan Nico Hulkenberg hem nog even het leven extra zuur maken. Door hem te verschalken in een 1 tegen 1 duel. Maar ik ben benieuwd wat we dadelijk gaan doen. Ronde nummer 18 inmiddels. We're boxing this lap. Give us the best in. Mijn team zegt dat we nu naar binnen gaan voor een setje soft banden. En ik vind dat dat de juiste keuze is. Want dan kunnen we misschien nog extra hard gaan pushen voor het snelste race rondpunt. Dat we op dit moment in handen hebben. Maar het kan zo zijn dat Leclerc of Weber of Kvyat in één keer dat punt van ons afpakken. En ik wil dat helaas niet. Ik weet niet wat, ja, het gat naar Leclerc is 6.5. Ik dacht, ik weet niet wat het gat naar Leclerc is, maar ik zie het nu rechts, links, boven in beeld. 10.7 naar Vettel, want Leclerc is binnen en die komt dus nu in verkeer terecht. En dat is gunstig voor ons. Ronde nummer 19. Ik heb een ronde gewacht. Nico Hulkenberg is naar plek 4. Maar die gaat denk ik ook nog naar binnen. Hoop het anders niet. Dat zou een prima resultaat zijn voor mijn teammaatje. En dan is nu de vraag waar Sebastian Vettel zit. We komen dus naar binnen voor een setje softbanden. Kvyat naar 2. Die heeft toch weer snelheid gevonden in zijn Williams. En het gat is ongeveer 18 seconden. Een pitstop duurt 18 seconden met een beetje geluk. Want dan moet deze pitstop goed gaan. En die gaat niet goed. Want er is een gear unavailable. Dat heeft ons een tiende gekost. Ja, 20 seconden. Ja, nu is het al 16 seconden. Maar Kvyat is ons nu gepasseerd. En we moeten nu met 7 ronden te gaan. De leiding weer terug zien te veroveren van Dani Kvyat. Maar jammer van die pitstop, heel jammer. We moeten ook Urs en Fuel gaan besparen. Om dadelijk alles open te zetten naar Dani Kvyat. 1.1 is het. Maar dat kunnen wij makkelijk dichtrijden. Daar dan inmiddels aangesloten bij Dani Kvyat. Paas in sector 1. En dan is Kvyat hier een sitting duck, denk ik. Hij gaat hier wel verdedigen. Kunnen we hier en pakken op de exit, maar Kvyat is wat sneller weg. Dat komt omdat wij Fuel en Urs besparen.
Met nog 6 ronden te gaan, Leclerc zet de snelste race in 1.29.2 neer. 27.000 sneller dan onszelf. En dus is het nu de vraag wanneer wij Danny Fiat kunnen passeren. Rood in sector 1, dat komt vanwege Danny Fiat die ons hier ophoudt. En waar wij wat tijd verliezen. Gaat naar Leclerc is 4.8. Dan hier bij de DRS gedeelte openzetten en fuel en us gaan besparen en makkelijk ernaast gezet en er voorbij gegaan. Dag Danny Fiat, hallo leiding. En nu nog zien wegrijden van de Rus en dat snelste race van de punt weer terugpakken van Charles Leclerc. En dan scoren wij weer maximaal, maar Danny Fiat geeft niet op, want hij keek naar de buitenkant, maar wij gooiden daar de deur dicht. En dus komt Fiat nergens naartoe en is het nu wegrijden van de Rus. Gaat naar Leclerc is 4.6. Die rijdt ook op de mediumband. Ronde nummer 23, paars in sector 1. Gaat naar Fiat is inmiddels 1.6 geworden. En dit is heel goed. Nico Hülkenberg rijdt achteraan helaas. Die heeft die plek niet weten om te zetten in een hogere plek, namelijk plek 4 of plek 3. Ja, plek 3 was trouwens onmogelijk, maar plek 4 of zo, want hij kwam van plek 5. Jammer helaas. Maar zoals het er nu naar uitziet, zijn wij nog steeds constructeurs kampioen op dit moment. Maar ik wil natuurlijk dat snelste race ronde punt afsnoepen van Charles Leclerc. Dan is mijn weekend helemaal compleet. Dan hebben wij de pole gepakt. De race gewonnen, ja, die duurt nog 5 ronden, maar die winnen wij wel. En de snelste race rondepunt veroverd. Een maximale score dus hier in Abu Dhabi. En hopelijk dat het ook zo blijft. We zetten de snelste race ronde met een 1.38.2. We pakken die dus af van Charles Leclerc. 27.3 seconden naar Nico Hülkenberg. Ja, als het zo blijft, dan leiden we dus de kampioenschap. Wat eigenlijk best logisch is, want we zijn al lang kampioen geworden. Nou, in Rusland zijn we kampioen geworden. En nu is het alleen deze rondjes uitrijden. En dan zijn wij ook constructeurskampioen met Alfa Romeo. Oké, time is still looking good, Nick. Let's keep them that way for as long as we can. Oké, dankjewel. Ik weet niet wie Nick is. Dus dat is mij een raadsel. Maar oké, als de banden er goed uitzien, dan zien ze er goed uit. Ze voelen nog goed. Ik heb geen moment overstuur of onderstuur. Dus ja, dat is dus prima, prima, prima. Inmiddels ronde nummer 28. This is your final lap. Final de laatste ronde loopt voor de grote van Abu Dhabi. De seizoensfinale van seizoen 2 zit er alweer bijna op. En dan gaan we ons voorbereiden op seizoen 3. Waarin we een titelverdediger zijn die graag zijn tweede titel wil veroveren in seizoen 3. Er is iemand uitgevallen. Dat is volgens mij Gasly die daar stilstaat. Het is een haas in ieder geval. Er was voor ons geen vuiltje aan de lucht hier in deze career mode. De titel is al binnen. Wij zijn dus nu ook officieel constructeurskampioen. En seizoen 2 zit erop. Wij winnen dus de seizoensfinale in Abu Dhabi. En we gaan ons voorbereiden op seizoen 3. Dat is P1. Race win. Well done. Congratulations to Alfa Romeo then for their excellent win today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Alfa Romeo have been winning fans the world over with their brilliant driving, showing that they're a force to be reckoned with out there on the track. They'll certainly be building on that fan base after today's excellent result.
naar de uitslag bij winnen deze grote prijs. We pakken ook een race 100 punt. En Nico Hulkenberg pakt een punt. Weber pakt driver of the day. Terecht. Van 14 naar 3. Prima resultaat van de Duitsers. Wij zijn dus constructeurs kampioen geworden in seizoen 2 met Alfa Romeo. En Ferrari kon ons dus niet achterhalen. En Renault heel teleurstellend met 0 punten. En Racing Point 1 punt. Dat is heel erg zuur voor de teams. 201 punten verschil met Lucas Weber. Prima resultaat en knap dat Hulkenberg nog een punt pakt. Enige uitvaller van de dag. Gasly. En hier staat Claire. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Ja, dat klopt. Maar het is een teamsport, dus team is er ook verantwoordelijk voor. Good race for Lucas. Are you pleased to see him doing well? Ja, ik ben altijd blij als Weber het goed doet. Ja, we zijn natuurlijk maatjes, dus ja. How does it feel sharing a Formula 1 podium with your old F2? Ja, een fantastisch resultaat. Do you think that your close rivalry has helped you out this season? Ja. Ja, wel. Hulkenberg die was niet altijd snel, maar hier in Abu Dhabi liet hij zich van zijn beste kant zien, vond ik. De resultaten van de rivaliteit breakdown. We hebben de rivaliteit met Nico Hulkenberg gewonnen en we leiden op dit moment was een Vettel met rivaliteit. De resource punten, zoals altijd, lekker veel. Die we hier misschien nog gaan besteden bij Alfa Romeo of misschien hier moeten loslaten. Want we gaan misschien naar een ander team, maar dat maak ik in de volgende aflevering bekend. Nou, team gold is behaald. Reputatie is bij alle teams, bij elk team, ieder team, volledig gekleurd. De constructeursbeker is dus van Alfa Romeo. Nice job this season. You've been performing well and that's putting us in a strong negotiating position contract-wise. Plus, my 10% is getting more valuable. So enjoy your break and keep up the good work next year. Oké, dankjewel Emma. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Dankjewel Emma, nogmaals. Dan moet ik wel beeld krijgen natuurlijk. Ja, ik heb beeld. En ja, voor onze neus de contract negotiations. En ik weet niet wat ik ga doen. Zal ik bij Alfa Romeo blijven of ga ik daar aan een ander team? Je ziet het allemaal in de volgende aflevering van seizoen 3 voor de seizoensopener in Australië. Dan zou ik zeggen, dit was het voor jullie mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van de Winter 2019 Premier League zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op. Aanzet geen enkele video meer van me mist. Reageer wat beter kan dat moet worden. Of als je de video tof vond, zeg hey, toffe video. Ik heb genoten. Zet het gewoon in de comments. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Gaan we verder met seizoen 3. Met de Career Mode hier in Australië. En dan beginnen we een nieuw seizoen. En kijken of we tweevoudig kampioen gaan worden. We gaan het allemaal zien in het nieuwe seizoen. Tot ziens!